In Edward Albee's meesterwerk In wankel evenwicht redt het echtpaar Agnes en Tobias het samen maar net. Maar door alle ongenode gasten wordt hun wankele evenwicht grondig verstoord. Ik ben op een leeftijd gekomen, Tobias, dat ik graag altijd alleen met jou zou willen zijn. Wij tweeën. Zonder aanhang of wat dan ook. Nou, ik ga hier niet weg. Maar als het mis is tussen Don en haar, dan heeft ze recht op een plek hier, wat voor anderen niet geldt. Ja, ik... De alcoholistische zus van Agnes, Claire, woont tot groot ongenoegen van Agnes bij hen in. Afdoen ben je gek, dit wordt een lollige avond. Het voelt Claire aan de water en ze wil een steentje bijdragen in haar eigen onderhoud voorzien. Claire, je gaat nou niet op dat ellende-instrument spelen, Claire. Tobias, doe iets. Ja, kom op, Agnes. Nou, wat zal het zijn? Zal het beginnen? Zal ik ophouden? Een polka water! Dan trekt ook een bevriend echtpaar, Harry en Edna, zomaar bij hen in, omdat ze bang zijn. Edna! Harry! Wat een verrassing! Tobias, Harry en Edna zijn er. Kom binnen. Edna. Hallo, Tobias. Zo, nou. Nee, er gebeurde helemaal niks, maar... We werden bang. De zaak loopt helemaal uit de hand wanneer ook dochter Julia na haar vierde echtscheiding weer thuis komt wonen. Ja, hoe zit dat? Ik kom thuis, zit mijn kamer vol, Harry en Edna. Wat doen ze hier? Hebben ze zelf geen huis meer? Is de markt ingestort zonder dat ik het wist? Ik bedoel, ik houd het allemaal niet zo goed bij. Houd het nou eens over op. Waarom zijn ze hier? Ze zijn bang. Laat ze weggaan, pa! Oké. Laat ze weggaan, pa! Oké, Julia, kindje, geef mij hier. Laat ze weggaan, pa! Dan heb ik dus kennelijk 3 ochtenddrinkers hier. Ik hoop dat het geen café wordt, want dan moet ik een vergunning aanvragen.